jullie kijken naar deze video. Ik wil jullie graag uitnodigen om een kijkje te nemen in de wereld waarin ik alles ontdekt heb over een heel mooi stuk. Dit stuk heb ik zojuist al even gespeeld, een stukje ervan. De bekende toccata en fuga in D-mol van Bach. Ik wil jullie graag vertellen hoe ik tot het stuk gekomen ben. En het is op een heel leuke manier gegaan. En er zijn een aantal mensen geweest die er ook wel naar gevraagd hebben. Van hoe heb ik dit stuk ontdekt? Dat ga ik vertellen. Dan gaan we eerst helemaal terug naar het jaar 2008. Ergens in juni. Ik was eens op YouTube aan het surfen naar een mooi stuk voor muziek op orgel. Want ik was nog maar net in aanraking met orgelmuziek. En toen kwam ik al gauw de Bach toccata en fuga's tegen. En dit was een heel leuk filmpje. Want in dit filmpje werd het stuk getoond als animatie. Met allerlei animatiebalkjes. En ieder balkje was een toon. En hoe langer het balkje, hoe langer de toon. Dus het hele stuk werd zo in balkjes getoond. En daardoor was het voor mij heel makkelijk om het over te nemen en te luisteren. Dus ik vond het een heel leuk idee. Dus ik ging gelijk aan de slag. Hoe ging ik het doen? Ik ging naar luisteren. De eerste toon. Die werd op het filmpje afgespeeld. Ik hield de toon in mijn hoofd. Ik rende naar mijn orgel toe. En ik zocht de toon op. Hey. En als ik hem opgezocht had, dan pakte ik pen en papier erbij. Want zover was ik dan al wel. Ik kon nog geen noten lezen. Maar ik bedacht mij, ik ga met letters werken. En dat is ook wel normaal. Je kent allemaal de C, de eerste toon van het toetsenbord. Door naar D, E, F, G. En dan heb je A, B, C enzovoort. Dus ik vond de toon en het was dus een A. Dus ik schrijf op A. Nou, weer naar de computer toe. Weer het filmpje laden. Volgende toon. Ik weer terug. De G. Opschrijven. Nou, dat is dus, zoals u waarschijnlijk wel snapt, een enorm klus geworden. Een enorm project. Dus ik ben daar de hele dag mee bezig geweest. Ik heb de hele dag heen en weer gelopen en gerend. Want ik was zo enthousiast. Aan de ene kant van de woonkamer stond het orgel. Aan de andere kant stond de computer. En ik was volgens mij die dag ook nog een poosje alleen thuis. En als 13-jarig jochie. Dus elke toon. En het werd natuurlijk steeds moeilijker. Want in het begin is maar één toon. Ja, officieel twee. Maar ik begon met één. Maar ja, later krijg je dus dit soort dingen van. Gaat veel sneller. En meerdere tonen tegelijk. En ja, maar gelukkig was het een animatiefilmpje. Ieder balkje werd als het ware opgelicht wanneer de toon aan de beurt was. Dus dan is het gewoon heel belangrijk concentreren op die toon. Ja, en dan heen en weer lopen. Voor die toon en het opschrijven. Nou, er is gelukkig nog wat overgebleven van het allereerste exemplaar van wat ik heb opgeschreven, om het even aan jullie te bewijzen. Dat is dit. Dat is niet het eerste gedeelte van de toccata. Dit is namelijk al een stukje uit de fuga die eraan vast zit. Nog veel ingewikkelder. En ik weet niet wat u er allemaal van ziet, maar hier ziet u het project. Nou, zoals u ziet staan er allerlei verschillende kleuren op. Roze, geel, blauw en groen. Dat was wel handig, want op die manier kon ik goed allerlei partijen onderscheiden van elkaar. Want je had natuurlijk de pedaalpartij, je had de linkerhandpartij en je had in de rechterhand, in dit geval zelfs, twee verschillende tonen die samen opgingen. En daar moest je heel veel onafhankelijkheid voor oefenen om dat te kunnen spelen. Dus aan de rechterhand roze en geel, linkerhand blauw en bij de pedaal groen. En dan in lettervorm. Dus als ik eens heel kort zou kijken naar wat ik hier nou eens had opgeschreven. Ik heb het al heel lang niet meer bekeken. Pedaal. Pedaal.
Ik weet niet eens meer wat het precies is. Maar goed, dit was het eerste exemplaar. Het ziet er natuurlijk behoorlijk ingewikkeld uit. Maar het was zo leuk, want je leert echt een stuk spelen. En ik was nog lang niet ver genoeg om noten te kunnen lezen. Want daar had ik nog nooit van gehoord. Maar toch ging ik daarmee beginnen op den duur, toen ik de toccata al wel redelijk goed kon spelen op mijn manier. En met de fuga bezig was, werd het allemaal wel steeds ingewikkelder. Krijg je dus dit soort, even kijken in de fuga. Speelde, daar ben ik volgens mij misschien wel een week mee bezig geweest, alleen maar met dat stukje, omdat het zo complex was. Misschien hoort u het ook wel. Allerlei partijtjes die door elkaar heen gaan en je hoort het gewoon niet meer. Ik ergens terecht bij dit boek. Het is het oudste boek wat ik heb, dat ziet u waarschijnlijk ook wel. En deze kreeg ik toen mee. En dit is. In dit boek staat dus de toccata en fuga op notenschrift. Nou, omdat ik natuurlijk lessen ging volgen en een beetje nootjes ging leren lezen, ik weet het nog precies. Dan ging ik aan tafel zitten en dan met dit stuk voor mijn neus. Zo ziet het eruit, het notenschrift van de toccata. Ja, en dan ging ik proberen nootjes te ontcijferen. En dan hield ik mijn eigen exemplaar erbij, want dat was al zo goed als klaar. En heel langzaam gaan leren om die noten te lezen was natuurlijk heel moeilijk. Maar ik ging lessen volgen en uiteindelijk kwam het stuk erin. En wat is daar nou de sleutel? Inzet. Ik denk, als je echt ergens voor gaat, en natuurlijk, ik denk dat mijn inzet toen de tijd een beetje te gek was. Want ik herinner mij dat ik die fuga aan het spelen was, zo 10 uur op een dag in een vakantie. En dat ik aan het einde van de dag de nootjes op de witte muur zag dansen. Letterlijk. Dat ik er hoofdpijn van had, dat ik in bed, nou, bij wijze van spreken, achtervolgd werd in mijn droom de noten. Dus, maar ja, wel een prachtig project. Dus zo is het eigenlijk gegaan. Van een YouTube filmpje naar lettertjes. En naar noten. Dus eigenlijk is dit mijn eerste echte klassieke stuk wat ik ooit heb ingestudeerd. Nou goed. Er wil ik nog wel iets bij vertellen. Wij zijn in het begin al... ik met mijn vader hadden we besproken om er misschien een filmpje van te maken. Vooral hij als vader. Was natuurlijk ontzettend enthousiast om zijn zoontje dit te zien spelen. Dus hij filmt het. En toen hadden we besloten om het op YouTube te zetten. Want ik had al een kanaal, daar deed ik niks mee. Dus dat was mijn eerste versie van de Bach Toccata en Fuga. Om die op YouTube te zetten. Kijken of er leuke reacties zou komen. Misschien valt het wel in de smaak. Nou, ik kon hem nog maar amper spelen. Het ging nog helemaal niet zo heel goed. Ik maakte behoorlijk veel foutjes en de interpretatie. Ik wist daar nog helemaal niks van natuurlijk. Maar goed, als jochie, je moet ergens beginnen. Ik heb hem op YouTube gezet en toen viel het eigenlijk wel in de smaak bij heel veel mensen. Ik was ook heel jong en dat vonden denk ik heel veel mensen wel leuk. En ik ondertussen dooroefende en toen hebben we uiteindelijk een nieuwe versie erop gezet. En die noemden we dan ook My Best Version. Want we waren echt een beetje trots van, nou... Zo hard opgestudeerd. Wij dachten zelfs, beter wordt het misschien wel niet. Niet weten hoeveel meer er nog in zat natuurlijk. Dus ook die zetten we op YouTube. Ja, en daar kwamen reacties uit voort. En
ja, ik ging natuurlijk omheen nog allerlei andere stukken instuderen. En daarmee heel veel op YouTube zetten. En de reacties waren zo mooi. En zo bemoedigend. Dus totdat uiteindelijk veel later, een paar jaar later, er nog een versie op YouTube gekomen is. En de Toccata Fuga gespeeld op het prachtige knolorgel in de Stefanuskerk van Hasselt. En gek genoeg is die video inmiddels bijna 5 miljoen keer bekeken. Nou, dat hadden we natuurlijk nooit verwacht. Ja, en die wordt nog steeds zo bekeken. Natuurlijk zo'n mooi orgel. En ja, daar zijn we ontzettend dankbaar voor. En dat vinden we heel leuk. Nou, nu op hedendaagse concerten speel ik nog steeds met heel veel liefde dit prachtige stuk. De Toccata en Fuga. En ik zal het ook zeker blijven spelen. Ik denk dat ik nu alles verteld heb wat ik maar vertellen kan over hoe ik tot dit stuk gekomen ben. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. En mochten er nog onderwerpen zijn die jullie graag willen dat ik nog eens bespreek of iets over speel, laat het gerust weten in de reacties. En hartelijk dank voor het kijken.